Eruit. Maar kom nou, we zijn bij de zevensprong. Je zou me thuis brengen. Eruit, verraaier, of ik schop je eruit. Verrader? Wat heeft het nou... Wat heb je toch tegen mij, man? Ik heb een heleboel tegen jou, jongen. Ik heb nooit begrepen waarom ze jou in het complot moesten hebben. En ik heb wel gelijk gekregen. Ik wou dat je die voet gebroken had. Ja, zo is wel genoeg, Toeraloer. Toeraloer, ja, Toeraloer. Wat is er toch met die naam? Die heb ik je toch niet gegeven? Nee, maar die heb je wel verraden. Hoe dan? Heb jij de graaf niet gezegd hoe ik heette? Nee. Ja. Maar ik wist nee, niet dat... Nee, jij wist niet. Nee, je wist zeker ook niet dat hij me daar dat café heeft afgepikt. En je wist zeker ook niet dat hij me uit dat café heeft laten zetten. Waarom denk je dat ik bij de graaf ben gaan werken? Nou, ik weet... Om het hem betaald te zetten natuurlijk, om met hem af te rekenen. En dat weet hij net zo goed als ik, maar... Hij wist niet hoe ik eruit zag. Dus toen ik daar ben gaan werken, heb ik mezelf geen Toeraloer genoemd. Want in zo'n geval noem je Jansen of Pieters, maar geen Toeraloer. Begrijp het. Wat gebeurt er 10 minuten geleden? Hij zegt tegen mij, breng jij meneer Van der Steg eens even naar huis, Jan Toeraloer. Dus als ik dadelijk terugkom, dan kan ik het wel vergeten, want dan zegt hij Jan Toeraloer eruit. Het spijt me werkelijk, hoor. Opzij. Ja, maar je kan opzij. Hier niet... Opzij! Maar ik kan huis niet lopen, man. Dat kan me niet schelen. Dan ga je maar in mijn café zitten janken. Wegwezen. Nee. Het is al laat. Jij brengt mij naar huis, Jan Toeraloer. Klim op die bok. Vlugger, schiet op. Zeg, die dingen gaan wel eens af. Kan je die niet op iemand anders richten? Als je maar goed onthoudt dat die geladen is. Voor wat? Bang dat hij was. Dus, Kees, bij deze krijg jij je eigendom terug. Met mijn dank en grote erkentelijkheid voor het lenen. Mag hem nog wel langer lenen, meester? Misschien heeft u hem nog een keer nodig. Dat is aardig aangeboden, Kees. Maar dat hoeft niet, hoor. Ik denk dat ik in het trappenhuis geen pistool nodig zal hebben. Graaf Griesestein is een keurige hier. Hij doet maar alsof. Ik weet zeker dat hij ook een pistool heeft. Maar dan een echte. En Jan Toeraloer, meester, wat is er met hem gebeurd? Heeft de graaf hem ontslagen? Hoe moet ik dat dan weten? Ik hoop van niet. Ja, maar als... Het is al bijna pauze. Boek op de bank en aan het werk. Ik ben Manus. Ik ben in dienst van graaf Liesenstein en ik heb een brief voor u. Van de graaf. Dank u wel. De graaf vroeg of ik meteen een antwoord mee kon brengen. Antwoord? Ja, u komt toch morgen om jongeheer Geert-Jan les te geven? Ja. In de brief vraagt de graaf of u dan wilt logeren tot zondag. Wilt u dat? Logeren? In het trappenhuis? Ja, prima, maar... Fijn, dan kan ik dat meteen tegen de graaf zeggen. Ja. Dat spaart tijd en moeite, nietwaar? Inderdaad, meneer... Zegt u maar Manus. Dank u, meneer Manus. Dag, tante Willemijn. Hallo. Waarom ben je niet op school gebleven? Wat zonde van die lekkere broodjes. Broodjes? Ik heb broodjes in je tas gestopt, met ham en kaas. Kon je zo rustig tussen de middag opeten, met je voet op een stoel. Hoefde je niet heen en weer te fietsen. Er stond mijn tas op school, als ik dat had geweten. Maar dan had ik de brief ook gemist. Wat voor brief? Hier.
Een graaf Griezenstein. Ede Manus heeft hem net gebracht. Weet u wat de graaf schrijft? Of ik morgen blijf logeren. Weet u waarom? U hoeft dan niet zoveel tijd te verliezen met heen- en terugrijden. Bovendien zal Geert-Jan dan misschien vlugger aan zijn nieuwe onderwijzer wennen. Wat is er met die arme Geert-Jan gebeurd? Dat hij er zo lang over doet om aan een nieuwe onderwijzer te wennen? Er is nog veel meer gebeurd. Ik zou toch altijd gebracht en gehaald worden met de koets? Mm-hmm. Helaas kan ik u deze zaterdag niet door mijn... Wacht even. ...koetsier laten halen. Oh, kom binnen, joh. Wat is er met jou aan de hand? Tegen een boom gereden. Oh. Maar dat is niet zo erg, hoor. Ik kom net van de dokter. Alleen mijn brommen liggen in de park. En dat is... Jullie kerels doen ook maar, hè. De ene hinkt rond met een buil op zijn kop... en de andere rijdt een blauwe oog tegen een boom. Nou, Frans, wat schrijft graaf Griezenstein nog meer? Kan ik u niet door mijn koetsier laten halen? U zult op eigen gelegenheid moeten komen... daar ik op dit moment namelijk geen koetsier meer tot mijn beschikking heb. Dat betekent dat de Jan Toreloer heeft ontslagen. Ja, dat weet ik. Meteen gisteravond is hij ontslagen. Zonder een cent salaris. Nou, hij logeert nu bij meneer Tomty dan. Goed. Het is dus morgen geen koets. En ik kan ook niet bij jou achterop. Dan zal ik moeten gaan fietsen. Ja, dat moet je nodig doen. Het kleine eindje van school was al te veel voor je. Ach, dat zal morgen wel beter gaan. Stom is dat. Mijn bommen is pas na het weekend klaar. Ik begrijp niet waarom jullie zo moeilijk doen. Ik kan toch gewoon de bus nemen? De bus, ja. Dan ga ik niet langs de Zevensprong. Nou, en toen zei ze dus. Ga maar met de bus. Want de eerste keer ben je al langs de Zevende Weg gegaan. En daarna geeft het niet meer. Maar, weet je, kijk. De eerste keer ging ik naar graaf Griezenstein. En deze keer ga ik voor het eerst naar Geert-Jan. En Geert-Jan is degene om wie het gaat. En volgens de voorspellingen van gekke Gregorius... moet ik dan eigenlijk langs de Zevensprong gaan. Maar... nou ja, ik ga gewoon fietsen. Je kunt er op mij achterop, meester. Bedankt, Kees, maar ik ben veel te zwaar, joh. Hoe laat moet u morgen in het trappenhuis zijn? Een uur of twee. Misschien het spijt me, jongens, maar we zitten nu eenmaal op school en dus moeten we meester, nu... Meester, moet niet bang zijn. Ik bang? Ik bedoel... we zullen ervoor zorgen dat u morgen op het trappenhuis komt. Maar hoe dan? Dat zeg ik niet. Allebei eentje voor je. Nu stil zijn. We zijn hier in de buurt van het trappenhuis. En de graaf mag niet weten dat jullie zijn meegekomen. Hé, kijk daar nou eens. De griezel. Dat is niet Manus. Dat betekent dat de graaf nog iemand in dienst heeft. Hey, jullie gaan langs dezelfde weg terug, hè? Ja. Goedemiddag.
U bent zeker de nieuwe onderwijzer. Ik zal u bij de graaf brengen. Geef mij je koffer maar. Daar de trap af gaat, dan de gang in en aan het eind rechts dan komt u bij de graaf. Ik zal uw koffer naar de logeerkamer brengen. Dan moet ik wel even mijn taal en rekenboeken eruit halen. Meneer Van der Steg. U bent mooi op tijd, ondanks de lange tocht. Hoe is het met uw been? Oh, dat gaat elke dag beter. Ik neem aan dat u er geen bezwaar tegen hebt dat ik mijn neef meteen aan u voorstel. Alleen, we moeten wel een paar trappen op en af. Daar begin ik al aan te wennen. Ik vind het alleen moeilijk om de weg te vinden in dit huis. Ik zou best eens een plattegrond willen zien. Helaas bestaat er geen plattegrond van het trappenhuis. Maar stel u gerust, er zijn maar een paar kamers in gebruik. Dat zou ook veel te veel kosten om alles te onderhouden. Geert-Jan wacht op u in de bibliotheek. Het leek me een goede plaats voor de lessen. Geert-Jan? Geert-Jan? Ik heb hem gezegd dat hij hier in de bibliotheek zou wachten. Een kwartier geleden was hij er nog. En zo zal hij hier komen. Dan kent u mijn neef nog niet. Hij zwerft waarschijnlijk in het huis rond. En als we hier op hem blijven wachten, dan zal hij aan het eind van de middag met een onschuldig gezicht komen vertellen dat hij helemaal vergeten was dat u zou komen. Ik zal hem zoeken en naar u toe sturen. Zal ik helpen zoeken? Geen denken aan. We zullen alleen maar verdwalen. Kom er maar onderuit. Ik neem aan dat jij Geert-Jan Griesenstein bent. Ik ben meneer Van der Steg, je onderwijzer. Je hebt gehoord dat je oom je is gaan zoeken. Ga hem dus gauw achterna en maak je excuses. Excuses? Waarom? Hij heeft gezegd dat ik in de bibliotheek moest gaan zitten. Nou, dat heb ik gedaan. Uitstekend. Dan kun je hem vertellen dat hij zich heeft gegist. Nou, komt er nog wat van? Nee. Als ik daar omhoog ga, gaat hij daar naar beneden. En ga ik daar naar beneden, gaat hij daar omhoog. Dat zal omgonnen werk zijn. Als je nu niet onmiddellijk gaat... Oh, meneer, heeft hij de inkpot omgegooid.
En als ik nu wegga, dan ben ik echt niet als Omgalis terugkomt. En dan moet hij me weer gaan zoeken. Als je je mond niet houdt, dan keer ik deze inkt boven jouw hoofd om. Ga naar de deur en roep dat je hier bent. En u zei dat ik mijn mond moest houden. Omgalis, ik ben gevonden! Zo, en nu kom je onmiddellijk hier zitten. Nee, hier blijven zitten. Dat kan later wel. Ik ben nu hier om je iets te leren. Ik hou niet van leren. Is niet jammer voor je, joh. Ah, ik zie dat u al aan het werk bent gegaan. Ja, meneer Griesenstein. Er is een ongelukje gebeurd met de inktpot. Hij is omgevallen. Oh, dat geeft niet. Nu weet u tenminste wat u van uw leerling kunt verwachten. Weet Jan, doe je best. Zo, lees maar eens een stukje voor. De zon ging onder, de schemering viel en enkele sterren verschenen aan de hemel. De man zei, het wordt laat, ik hoop dat we de herberg nog op tijd zullen bereiken. Je leest uitstekend. Ja. Dat is heel moeilijk zo'n dreun vol te houden. Doe nou eens gewoon en let eens goed op de punten en de komma's. De zon ging onder, komma, de schemering viel en enkele sterren verschenen aan de hemel, punt. De man zei, dubbele punt, aanhalingstekens openen. Het wordt laat, punt, komma. Als je zo doorgaat, zal het inderdaad laat worden voordat we klaar zijn. Maar ik moet vroeg naar bed. Waarom? Je kunt toch uitslapen morgen? Als jij zo langzaam van begrip bent, dan zal het middernacht worden. Middernacht, spoken, fijn. Lees deze bladzijde nu nog eens en dan goed. De zon ging onder. De schemering viel en enkele sterren verschenen aan de hemel. De man zei, het wordt laat. Ik hoop dat we de herberg nog op tijd zullen bereiken. Ja? Tim, hè? Dankjewel, Selina. Hoe moet het nou met Geert-Jan, die meester van hem? Bel maar dat de thee klaar is. Steek. Hier blijven, maak eerst die som af. Maar meneer, wat was dat? Dat is 2. Eerst de som afmaken. En dat is 3. Geert-Jan, als je nu niet 1, 2, 3. Dat was 4. Het lijken wel kanonschoten. Nou, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Kan wel. Want vroeger stond hier een kanon. Het is nou verdwenen. Maar ik weet waar het is. Dat is 6. Nou, tellen kun je in elk geval wel. En dat is 7. Ja, 7. En nu gaan we weer... Thee drinken! Nee, Geert-Jan. Je hebt al 2 koekjes gehad. Laat zien dat je manieren hebt. Suiker en melk? Alleen wat melk graag, dank u. Ja, oh. Zo, meneer Van der Steg. Hoe gingen de eerste lessen? Hebt u mijn neef al flink wat strafwerk uitgedeeld? Nou, nee, ik ben niet zo... Jan, ga! Ik heb 100 strafwerk gehad. Nou, dit is helemaal... Zeer goed. Eindelijk wordt er iets aan je opvoeding gedaan. Dit is onzin. Van deze laatste som deugt werkelijk niets. Je hebt zomaar wat opgeschreven. Kijk nou eens.
Hoeveel is 6 maal 7? 6 maal 7 is 13. 3 onthouden, 10 maal 7 is 70, plus 3 is 100. Schijn eruit met die onzin. Waarom zei je tegen je oom dat ik je strafregels heb gegeven? Dat was hij toch van plan? Ja, als je ze doorgaat, misschien wel, ja. Alleen houd ik niet zo van strafregels. Vestregels dan? Vestregels lijken me leuker. Hoor eens, jongen. Straf krijg je niet omdat je het leuk vindt. Schrijf jij maar eens de tafel van 7 op. Van 7? Meent u dat, meneer? Ja. Die ken ik heel goed. Daar weet ik alles van. Wat weet jij? Evenveel als u weet. Van de 7. Van het complot. Wat doe jij nou? Dacht ik iemand hoorde. Kom, we gaan verder. Maak eerst die som eraf. Ik moet ook nog strafregels schrijven. Dat doe je vanavond maar. Na het eten. We gaan nu eerst aan het werk. Nee. Ja? Wie bent u eigenlijk? Net op tijd. Ik ben net klaar. Slaap jij nog niet? Weet je hoe laat het is? U heeft toch gezegd dat ik vanavond strafregels moest maken? Jawel, maar... Ik heb vestregels opgeschreven. Zult u ze lezen? Natuurlijk. U mag ze niemand anders laten lezen, hoor. Niemand. Belooft u dat? Dat beloof ik. Daarna moet u ze verbranden. Ja, is goed. Het is heel, heel erg geheim. Geheim tussen jou en mij? Sst. Dag, meneer. Tot rust.